naar de chauffeurskant. Door staan ook al een uur en dan mag je. Papa was een roodblok. Daar kwamen de voertuigen doorheen. Dit is de club met wie ik op uitzending ben geweest. Een keer een gekke foto. Dit hier was onze wachtpost. 24 uur per dag bemand, 7 dagen per week. Dit is een leegstaand huis. Hierachter zat een Servische roodblok. Ja, avonturen. Het is mijn ervaring wat ik meegemaakt heb in Joegoslavië tijdens mijn uitzendingen. Dus tijdens mijn missie. Mijn toehoorders bestond uit wat collega-veteranen, wat burgers van Almelo en een groep VEVA-studenten van het ROC van Twente. Ja, als ik met dezelfde groep zou gaan met wie ik toen heb gezeten, zou ik morgen direct op vliegtuig stappen. Ik zeg net al, ik denk niet dat mijn vrouw er blij mee is, maar ik zou het wel doen. We organiseren dit ook om veteranen te eren. En om stil te staan bij de grote offers die veteranen, en daar staan we lang niet vaak genoeg bij stil, die veteranen brengen in dienst van de vrijheid. Om stil te staan bij de moed en het plichtsbesef van veteranen. Het belangrijke werk dat zij hebben verricht in de afgelopen jaren en dat ze nog steeds doen, is iets waar we met elkaar in ons hele land, en zeker ook in onze stad, trots op mogen zijn en wat het ook verdient om onder de aandacht te worden gebracht.